Hey! Jongens, ik zie jullie al denken, volgens mij klopt er iets niet. En hebben jullie helemaal goed. Ja, ik heb het Minecraft-account van. Ja, van die een andere YouTuber, Max of zo. Ja, het is me eindelijk gelukt om het account van Max eindelijk te hacken. Dus nu kan ik alles doen wat ik maar wil in Content Sphere. Zonder dat ik daar problemen mee krijg. Want ja, het is toch nu mijn account, dus boeien. En ik joinde net de server. En YouTube Max dacht, hey, terug van vakantie. Jup, ik ben terug van vakantie. Al 2 weken. Oké, jongens. Nee, wat we gaan doen. Dat is steeds vreemd dit, hè. Maar ja, jullie moeten het voortaan met mij doen. Want ik heb het account gehackt. Dus, je hebt geen keuze. Nee, wat we vandaag gaan doen, jongens. Want we moeten mezelf wel een beetje vereeuwigen in deze stad, hè. Dat is wel logisch, vind ik. Dus, ik wil hier zonder enig... Nee, geen toestemming. Ik heb toestemming. Want dat heb ik allemaal gebouwd. Kijk maar. Like a walnut. Dat ben ik. Ja, dat heb ik allemaal gebouwd. Echt, dat is waar. Nee, ik wil hier een huis bouwen. En je denkt, ja, maar misschien wilt hij iets anders. Kijk. Moet je opletten, hè? Dit land is nog vrij. Neem contact op met je koning. Nou, en ik ben vandaag de koning. Ik bedoel, vandaag ben voor altijd de koning natuurlijk. We gaan hier een huis bouwen met mijn toestemming. Dus dat gaan we zo meteen doen met de timelapse. Want ja, dat heb ik geleerd van de Max. Ja, dan moet ik ook wel even timelapse doen, hè. Niet zo vaak gedaan, dus... Het wordt geen... Niet zo'n huis. Het wordt misschien een ongelooflijk lelijk huis. Maar dat maakt niet uit. Maar waarom ik hier nou ben en waarom ik dus het account van Max heb gehackt, is eigenlijk dat ik ergens ook wel ergens wil gaan beginnen met wonen. Niet in deze lelijke stad natuurlijk, want wie wilt hier nou wonen? Dus nu heb ik dus de kans om iets NHS te gaan en al zijn diamonds te pakken. En nou, niet alles, maar gewoon een deel pakken die ergens naartoe verhuizen. En dat ik daar dan binnenkort wel een eigen stulpje heb. Maar dan heb ik al heel veel plekje, heel veel mooie spulletjes. Diamonds, armor, weet ik veel wat. Dus dat lijkt me een ongelooflijk goed idee. Ik zie hier allemaal al hout. Dus dat we lekker kunnen gaan gebruiken voor ons huisje. Ik heb nog geen flauw idee wat ik ga bouwen. Maar dat maakt niet uit. Maar voordat we beginnen met het bouwen, wil ik wel iets aardigs doen voor Max. Want voordat Max op vakantie ging, heb ik een mooi berichtje achterlaten. Justin hier. Ik zie dat de bordjes niet te lezen zijn. Dus ik kwam hier in de stad binnen. En je moet echt gewoon 3 meter erbij staan om te kunnen lezen wat er vreselijk op het bord staat. Dus, dat gaan we oplossen met wat glow insect. Die heb ik lekker verzameld. Ik heb er al 7. Hey, nu heb ik er al 14. Dat is lekker. Ik vind purple helemaal geen mooi kleurtje. We gaan een ander ongelooflijk mooi kleurtje doen als naampjes. Dat is toch veel leuker. Want ik ben nu de baas. Ik heb alleen geen idee waar ook weer zijn chestroom is. Waar de hel is dat? Wat voor... Dus ja, ik mag nu toch alles bepalen. Want het is nu mijn account. Volgens mij is het hierboven. Nu mijn account. Dus we gaan gewoon alles zelf bepalen wat we maar willen. Ik vind het steeds leuk dat Jules de Max denkt. Nee, ik ben natuurlijk echt Max. Ik ben Max natuurlijk. Ja, zeker. Ik ben Max. Want jullie zien me nu ook op zijn YouTube kanaal. Dat heb ik ook allemaal gehackt hoor. Dit is allemaal een bijzaak. Waar zijn hel is een chestroom. Dit lijkt erop als een chestroom. Is dit serieus alles? Oké. Heeft hij hier nog ergens ander lelijk kleurtje? Oeh, geel. Wat krijgt als geel en groen werk? Niks. Oké, we gaan het ons de beurt met groen en geel doen. Ja, dat lijkt me een slim idee. Kijk, dan doe ik toch iets aardigs. Dus... En zo fijn dat ik lekker kan vliegen. Oké, we beginnen hier dus met deze. Het ziet er natuurlijk niet uit. Dus deze maken wij groen. Kijk hoe duidelijk het nu is. Ja, dat is perfect. Oké, dan maken we de volgende geel die we tegenkomen. Enzovoort. Hij heeft het alleen nog niet door. Dat is echt chill. Alleen, ik moet mijn voorstel misschien straks aandoen. Dan heeft hij het door. En dan ben ik de pineut. Kijk, en dan maken we deze geel. Dat lijkt me een slim idee. Maar alleen, ik heb geen idee waar de vrees van alle straten zijn die er zijn. Wat is dit nou weer? Mooi Efteling momentje. Heb je trek. Poplantsoen. Prachtig. En ik zag, omdat ik de video van Max had geëdit natuurlijk, dat hij nog een straat had die nog geen naam had. En nu kan ik toch alles flikken waar ik maar wil. Dus ik moet eventjes een... Oh, hier is een bordje. Ja, geel. Prachtig. Nu moet ik eigenlijk eens een mooi naampje verzinnen voor een mooie straat. Kijk, hebben we hier nog eentje. Maken we die groen. De Steenstraat. Oh, hier nog eentje. Maken we die geel. Frederiklaan, Markt, Kasteelweg en Rienierand. Rienierand. Hebben we hier nog eentje? Welke had ik? Nou, dat maakt toch helemaal niet uit. Maken we die weer groen. Maken we die geel. Ik denk dat ik dat te weinig heb. Hey! Nu zit ik er bovenop, dat wil ik niet. Kijk, van Rick Voorhoes, een nieuwe kraam, dat oort. Zullen we deze aanpassen naar... Ja, deze gaan we aanpassen naar Gerard. Ik denk dat ik zoveel bordjes heb gemist. Hier bevindt Catch makker. Oh, Kees. Kees? Kees. Ja, ik moet er nog eentje kwijt. Anders gaan we gewoon een willekeurig bordje... Oh nee, waarom moet er nog een naam verzinnen voor de straat? Kijk, heeft hij nog een bordje? Oh, een lekker dark oak sign bordje. Maakt hij die torens ergens met slabs of zo, toch? Ja, we maken hem gewoon anders. Kijk, ik mag toch alles bepalen, dus... Maar nee, als ik het nu anders wil, wil ik het anders. Heeft dit al een weg? Een naam. Heeft dit al een weg? Dit heeft nog geen naam. Ik heb geen idee. Vier kijken. Nee! Dit heeft nog geen naam. Nee, en dan plakken we hem even kijken, hoor. En dan zetten we die... De heilig...
Hellige Justinweg. Moet ik het wel goed spellen? Hellige. Hellige. Heiligje. Nou, nu is je wel goed. Heilige met een i. Perfect. Oké, dan maken we die zo. En dan maken we die dan wel paars. Ah, shit. Ik ben het pijltje vergeten. Perfect. Paars. Ah, shit. Ik ben dat ding kwijt. Nee. Nee. Shit. Heeft iemand hier? Nou, heb jij één glow in check. Dankjewel, Julian. Kijk, nu heb ik er nog één, maar ik kom net weer een bordje tegen. Maar ja, dat kan ik niet maken. Dus mijn naam, mijn weg moet natuurlijk wel een naam hebben. Alleen ik ben nu alweer kwijt waar het is. Het is hier zo gigantisch dolf. Jezus. Maar ik heb het gevonden. Ja, ik heb het gevonden. Oké, hoppatee. De heilige Justinweg is een feit, dames en heren. Je moet er maar mee leven. Zo is het ook alweer. Waar in vreesnaam heeft hij zijn pizzeria? Dat vraag ik me af. Volgens mij was het aan deze kant, toch? Hier beneden of zo? Ja, hier beneden. Hij is de bank voor Fred. Fred! Hallo. Hallo, ja, je zou denken, wie is dit nou weer? Ja, ik zie je denken. Ja. Nee, ik heb Minecraft-account van de Max gek, dus je moet het met mij doen. Ik ben nu de koning van dit koninkrijk. Dus je hebt hier eigenlijk nu niks meer te zeggen. Ik ben wat strenger ook. Ik hoop dat de pizza lekker is. Ja, oké, ja, volg mij maar. Ja. Nee, ik dacht al, want je hebt ineens een andere cape. Ik dacht van, huh? Maar van qua elite. Epic, hè? Ja, is wel epic. Oké, wat heb je hier gemaakt? Ik heb hier echt helemaal geen idee van, maar... Ja, dit is Post Pizzeria. Oké, lekker. Ja, lekker pizza's. Je kan lekker zitten. Oh, lekker parasoltje ook. Oh. Hier heb je pizza's. Een beetje geglitcht. Ja, lekkere glitch pizza is wel lekker, toch? Ja. Oh, dit is de keuken. Kan je pizza mee scheppen. Nice. Ben je een beetje duur dan, of? Nee, het is heel goedkoop. Oké, goedkoop. Maar voor de koning is het gratis, toch? Ja. Ja, nee. De lounge. Oh, ja. Lekker, de lounge. Voor wie? Vissen. Voor iedereen of alleen voor VIP? Nee, voor de VIP's. Ja, voor de VIP's, En die extra betalen. Oh, ja. Maar ik betaal niks, dus... Nee, maar jij bent de koning. Dus ja, nee, dat bedoel ik, snap je. Jij snapt het. Nee, heb ik. Nee, gaat niet zo goed met de business, maar... Nee, niet zo? Heb je geen klanten? Nee. Nee, ik heb nog geen enkele klant gehad. Oh, ja. Ja, dat is wat jammer natuurlijk. Ja, dat is jammer, maar ja. Maar ben je blij dat Max nu weg is? Jawel, hè? Hoezo? En nu moet je bij mij doen. Ja. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja. Doei! Oké, hij snapt er helemaal niks van. Maar dat is perfect. Het moet ook zo zijn, jongens. Dus, we gaan nu lekker beginnen met timelapse. Dus, wat zeggen ze altijd? Laat de muziek mee rollen. Jongens, er komt de muziek. En dan gaan we iets bouwen. Maar ik heb geen idee wat. Het wordt een huisje. Geniet ervan! Bye! Nou, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze korte timelapse. Ik heb hier nog wat dingetjes toegevoegd die jullie misschien niet hebben gezien in de timelapse, maar in het eindshot. Alleen aan de voorkant is hij op dit moment een soort van af, denk ik. Moet hier misschien nog een lampjes op hangen. De binnenkant moet nog, moet de buitenmuurtjes, moet daar nog en nog boven. En dan moet het nog worden ingedeeld. Maar dat gaan jullie niet zien in deze video. Dat gaan jullie zien in de volgende video. Ja, het eindresultaat dat het huis helemaal af is, dat ga je zien in de volgende video. Dus die moet je dan maar checken om te zien hoe het huis echt geworden is. Oké, wat we nu gaan doen, jongens, is het hoofd van Rick Force. Rick Force die daar ergens in die... Zat hij niet in het kerkgebouw of zo? Ergens staat er Rick Force. Die gaan we aanpassen naar Gerard, natuurlijk. Want ja, ik ben de koning, dus dat gaan we gewoon eventjes flikken.
Alleen dan moeten we wel blokjes mee hebben. En ik vraag me alleen af hoe we vreselijk dat gaan maken. We kunnen nog eventjes wat concrete halen, want ik heb nu white concrete. Of terracotta. Misschien heeft Max wel wat terracotta. Misschien kunnen we dit wel gebruiken. Laten we even kijken in de kistjes. Jezus, wat is het een ongelofelijke doolhof. Eens even kijken. Heeft hij white concrete? We hebben heel black wall. Kunnen we ook wel gebruiken voor geshigi. Misschien nog een beetje grijs. Oh, je hebt ook sneeuw. Die van ons gejat, sowieso. Found it. Wat is dit toch ongelofelijke lelijk. Ja, dit gaan we even aanpassen. Ja, let's go. Oké, nu is hij helemaal weg. Shit, ik ben mijn bed kwijt. En dat zit als het goed is in deze kist. Niet. Mijn bed staat hier nog, ja. Hoppatee. Ik hoop eigenlijk dat hij groot genoeg is. De ruimte om mijn hoofd te maken. Want ja, die van mij wordt wel heel vet natuurlijk. Hij is 8 lang. Gaat dat lukken? Past dat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, dat past wel. Dan maken we hier 2 en dan halen we deze 2 weg. Oké. Ja, ik moet daar eens terracotta hebben. Anne heeft als het goed is wel terracotta. Gaan we even kijken. Hello people. Ze hebben hier zeker de weten wat terracotta. White terracotta. Ja. Dan nemen wij daar een halve stekje van. En dan gaan wij dat betalen met... even kijken. En de chest. Nou kijk, we hebben genoeg diamonds. 4 diamonds vind ik prima. Botje erop. Bedankt voor de terracotta. Goed, Max. Dankjewel Anne. Oké, dan is het als volgt. Dan moet er hier eentje. En dan moet er hier een. Dat wordt fantastisch mooi jongens. Oh. Dan moet er hier eentje, dan moet er hier een witte, dan moet er hier een zwarte of grijs. Ja, zwart is wel mooi. Zwart en dan twee die, en dan weer zwart, en dan weer die, en dan weer die. En dan bovenop dan weer een witte, en dan iets anders. En daartussen dan die, dan is het 1, 2, 3 en hier eentje omhoog. En hier is het precies hetzelfde. En die, en die, en die, en die, en die, en die. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Oké, nice. Echt, wacht, als we deze nou, die onderste dan ergens nog even vangen met... Nou, hé, eerlijk. Perfect. Niks meer gaan doen. Hij moet er nog een bordje bij zetten, maar ik heb nu geen bordje. Oh, we kunnen wel eentje maken. De heilige opa Gerard. Verboden aan te raken. Groet de koning. Ja, perfect. Groet de koning. Ik ben de koning, dus... Prima. Ik vind het helemaal niet mooi dat hier weed is. Er moeten eigenlijk gewoon wortels komen. Wortels, ja, wortels. Dat vind ik een mooie. Zo, worteltjes. Kijk, dit moet gewoon eventjes allemaal wortels worden. Want ik vind dat weed helemaal niet mooi. Ik heb het toen destijds geplaatst natuurlijk. Mijn wortels zijn op. Ja, maar zo is het ook wel mooi hoor. Zo is het prima. Kijk, doen we dit wel weer terug. Zo ben ik nou ook wel weer, hè. Ja, zo ben ik dan ook alweer. Nee, lijkt het nou ook leuk dat ik ook weer video's ga maken hier op Content 2. En dat ik ergens anders weer ga wonen. Dus King of Cloud achter me laat en opnieuw begin met... Ook een amazing stat. Abonneer dan ook even op Just Out. Ja, kleine reclame moet kunnen. Stel je voor. Na deze video halen wij de 20.000 abonnees. Dat is nog iets minder dan... Kijk, dit is nu mijn aantal abonnees. En dat kan wel eventjes naar 20.000 abonnees worden gehaald, toch? Nee, stel je voor, we halen dus de 20.000 abonnees. Dan ga ik weer opnemen en video's uploaden op mijn eigen YouTube kanaal. Dus wil je dat zien, abonneer dan even. En maar jongens, ik ga jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie nu blij zijn met een nieuwe koning. Dus met een nieuwe leider. Het wordt allemaal anders. Alles wordt veranderd. Ik denk dat de daken gewoon een ander kleurtje worden. Ik vind dat hout helemaal niet mooi. Ik denk dat misschien sandstone misschien ook wel heel mooi is. Sandstone stairs overal. Ja. En ik wil geen groen. Ik haat groen. Dus geen groen. Nee, maar dit zijn allemaal dingen die duur worden aangepast binnenkort. Dus maak je geen zorgen. Het wordt allemaal veel mooier dan het nu is. Want het kan natuurlijk zo niet verder. Nee jongens, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer, reageer. En dan zegt een muikers van pluikers altijd. En nu spreek ik je glaasje water, telt het vier, flesje bier. Tot de volgende keer. Bye.